Welkom bij deze vierde lezing van de Spirituele Wegwijzers. In de afgelopen lezingen hebben we het gehad over de Stille Wachter en Meesters van Wijsheid en Mededogen van Flip Whisky. Zij zijn als ons kompas en als onze spirituele wegwijzers in het leven. En je kunt in principe ons mensen zien als hun leerlingen die op weg zijn om steeds meer in lijn te leven met de natuur. En we zijn nu aangekomen bij deze vierde lezing van dit thema. Verborgen wijsheid van de Noorse mythologie in de Edda's. En wat we in deze lezing gaan doen, is kijken naar diezelfde structuur, maar dan in de Edda's. En ik hoor gelijk al allemaal vragen van de Edda's. Wat zijn dat? Ik heb er nog nooit eerder van gehoord. Nou, laten we daar dan ook als eerste mee beginnen. Veel mensen namelijk die ik heb gesproken over de Edda's, die kennen ze helemaal niet. Maar stiekem ken je ze misschien toch wel, maar dan zonder dat je het weet. Want ze zijn namelijk de basis voor heel veel verschillende verhalen, zoals Lord of the Rings of Marvel films en dan met name de Thor films. Maar ook van opera's van Richard Wagner, zoals De Ring des Nibelungen. En dit zijn allemaal avontuurlijke verhalen waarbij elfen en dwergen een rol spelen, of waar zwaarden, speren, ringen, regenboogbruggen speciale betekenis hebben. Maar daar gaan we vanavond dus wat meer over vertellen. En misschien zegt de naam Odin je iets, of Wodan, Frigga of Freya of Thor. Want deze goden waren zo bekend dat ze zelfs de dagen, zeg maar de dagen van de week, dat die de namen van de goden dragen. Bijvoorbeeld woensdag staat voor Wodansdag. Dat is eigenlijk een bijnaam van Thor, of van Odin, sorry. En donderdag komt van Donarsdag, wat wel de bijnaam van Thor is. En vrijdag bijvoorbeeld komt van Frigga, vrijdag, Freya, Frigga. En zelfs sommige feestdagen, zoals Pasen, maar dan het Engelstalige woord Easter, komt ook van een noordelijke godin, namelijk van Ostara. En deze Noorse godin van de lente, van de ochtend en van de wind richting oosten. En zij staat als symbool voor de wedergeboorte. Oosten is namelijk de plek waar de zon elke dag opkomt. En lente is het seizoen dat het begin van het nieuwe jaar aankondigt. En nog iets dat gekoppeld is aan Noorse traditie is het dennengroen, bijvoorbeeld tijdens de kerst. Aan het einde van het jaar werden huizen namelijk helemaal versierd met dennengroen. Als symbool van onsterfelijkheid, omdat het groen blijft in de winter. En sparren werden toen ook nog niet zo bont versierd als hoe we dat nu doen, met bonte glitterkerstballen. Toen werden er gewoon appels en noten in bomen gehangen, wat ook symbolen zijn van onsterfelijkheid. En dit zijn eigenlijk nog maar een paar voorbeelden van hoe die oud-Germaanse en oud-Noorse tradities nu nog steeds verweven zijn met vandaag. En eigenlijk is het heel vreemd dat we zo verwijderd zijn geraakt van de Edda's. Want het is namelijk de traditie die geografisch gezien het dichtst bij ons staat. Want vroeger wist iedereen ervan in deze omgeving. En naast dat dit eigenlijk dus ook heel wonderlijk is, is het ook heel jammer. Want de Edda's beschrijven een tijdloze boodschap over de ontwikkeling van de mens, die nu nog steeds waarde voor ons heeft. En daarom ga ik ook mijn best doen om vanavond weer iets van die waarde aan het daglicht te brengen. En laten we daarvoor ook bij het begin beginnen, namelijk het woord Edda's. Want als je naar dit woord kijkt, dan is dat meervoud en dat klopt. Want de Edda's die bestaan grofweg uit twee boeken, namelijk de poëtische Edda en de proza Edda. En deze twee boeken vormen samen de belangrijkste kern van de Edda's. Ze komen uit IJsland en zijn geschreven in het Oud-Noors. En ze bevatten gedichten en verhalen over goden en helden. Beide boeken zijn ontdekt door de IJslandse bisschop Brynjolfur Sveinsson. En ze zijn in 1643 cadeau gegeven aan de koning van Denemarken. En dat is nu gezien nogal een cadeau. En daarom heette deze oorspronkelijke manuscripten ook de Codex Regius, koningsboek. Maar vanwege de historische en culturele waarde die deze boeken hebben, heeft Denemarken de boeken al wel weer teruggegeven aan IJsland.
En daar worden ze bewaard in het Arnie Magnusson Instituut. Er zijn meerdere ideeën over wat dat woord Edda betekent. Sommigen die zeggen dat het afkomstig is van het woord poëzie. Of van het woord Oddi, wat de naam is van een locatie van een school in IJsland. School die een belangrijke rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van de Edda's. Maar daar vertellen we zo nog wel iets meer over. Maar er is nog een andere mogelijkheid. En die vind ik persoonlijk het meest waarschijnlijk. En dat is het woord overgrootmoeder. In een van de gedichten komt het woord Edda voorbij. En daar betekent het ook letterlijk overgrootmoeder. Maar daarnaast wordt in de Edda's de hogere innerlijke natuur van de mens gesymboliseerd door een vrouwelijk figuur. En verder heeft de overgrootmoeder iets in zich van meerdere generaties. En als je die twee perspectieven samenvoegt, dan kom je uit op de hogere innerlijke natuur van iemand die ons is voorgegaan. En straks gaan we kijken naar hoe het universum tot stand is gekomen, volgens de Edda's. En daar speelt een vrouwelijke natuur een centrale rol in de oorsprong ook van alles. Als een kracht achter al het leven. En vanwege dit alles bij elkaar lijkt mij overgrootmoeder het meest waarschijnlijk. Laten we verder kijken naar de boeken. En dan beginnen we eerst bij de Poëtische Edda. De Poëtische Edda bevat gedichten over goden en helden. En de godenverhalen vertellen onder andere over scheppingsverhalen en avonturen van goden, zoals Odin, Thor en Loki. En de bekendste hiervan zijn wel Völuspá en Havamál. En de heldenverhalen vertellen bijvoorbeeld over Sigurd en Brynhilde. En ook komen er goten en hunnen in voor. Bijvoorbeeld Attila de Hun, ook de meeste mensen wel bekend. Dit boek wordt ook wel de Oude Edda of de Sæmundar Edda genoemd. En dit laatste is eigenlijk ten onrechte, want Sæmundar heeft het boek niet geschreven. Hij heeft het boek samengesteld. Want aan de taal van die gedichten is te zien dat ze afkomstig zijn van verschillende dichters en verschillende locaties. Sæmundar Sigfússon was een IJslandse priester en hij had een school gesticht in IJsland, in Oddi. En dit is voor de Edda's dus een belangrijke plek geweest, want hier heeft hij de Poëtische Edda samengesteld. En na de dood van Sæmundar heeft zijn kleinzoon John Loftsson de school overgenomen. En vervolgens heeft hij daar ook Snorri Sturluson opgevoed, wat de schrijver is van de Proza-Edda. De Proza-Edda bestaat uit geschreven verhalen, dus geen gedichten. Het is echt proza, geschreven verhalen. En in deze verhalen worden stukken gedicht verweven. De Proza-Edda was als eerste gevonden en de Poëtische Edda pas later. Maar daarom werd dus ook al snel gedacht dat er een oudere Edda moest zijn, waar al die stukken gedicht die waren aangehaald in de Proza-Edda, waar die dan gezamenlijk als een bundeling in stonden. En dat idee werd dus ook bevestigd toen de Poëtische Edda werd gevonden. De Proza Edda wordt ook wel Jongere Edda genoemd, of Snorri's Edda. En deze verhalen zijn dus inderdaad geschreven door Snorri Sturluson, leerling van John Loftsson, die kleinzoon van Sæmundar Sigfússon. Vanwege de verhaalvorm is de Proza Edda toegankelijker dan de Poëtische Edda. Het pakt dus die stukken gedicht op en het verhaal eromheen verklaart het stuk gedicht. Maar, zeggen sommigen, daar gaat ook dan wel iets mogelijk mee verloren. En daar vind je dus ook af en toe wel wat opmerkingen over. Bijvoorbeeld in de vorm van dit plaatje. Deze afbeelding vond ik online en iemand grapte hiermee dat de Proza-Edda toch wel echt minder waardevol is dan de Poëtische Edda. Dat de Poëtische Edda is als een echte kat. En dat de Proza Edda is als een gekleide kat, een nagemaakte kat. En eerlijk gezegd, hier zit wel een kern van waarheid in. Een van de redenen dat de mensen de Proza Edda iets minder waardevol vinden, is omdat het metrum van de gedichten, dus gedichten hebben een bepaalde cadans, dat gaat verloren op het moment dat je er een verhaalvorm van maakt. En dat metrum is juist zo belangrijk dus bij die gedichten.
Want een verandering van metrum werd vaak gebruikt om nadruk te leggen op stukken gedicht. En in deze stukken waar dat metrum dan verandert, daar zitten juist ook belangrijke boodschappen in de poëtische Edda. En een andere reden waarom getwijfeld wordt aan de proza-Edda, is omdat Snorri aan het einde van zijn leven, richting het einde van zijn leven, steeds christelijker zou zijn geworden. En dat deze invloed dan mogelijk doorgecijpeld zou kunnen zijn in de proza-Edda, waardoor het toch niet meer zo oorspronkelijk was of zou zijn. Maar om te zeggen dat de proza-Edda dan niet waardevol is, die gedachte is te kort door de bocht. Want ondanks deze dingen is de proza-Edda nog steeds heel waardevol. De proza-Edda bevat namelijk informatie die we gewoon nergens anders kunnen vinden. Bijvoorbeeld over de schepping van het universum. Alleen dat stuk, dat is alleen in de proza-Edda te vinden. De poëtische Edda bevat dit deels wel, maar dus deels en gefragmenteerd. Daarnaast verklaart de proza-Edda ook stukken gedicht van de poëtische Edda, wat gewoon helpt bij het begrijpen van de poëtische Edda. En daarnaast ook worden er stukken gedicht aangehaald in de proza-Edda, die niet in de poëtische Edda staan en dus verloren zijn gegaan. En dit alles bij elkaar maakt ook de proza-Edda een hele belangrijke bron. Maar voor de beeldvorming, als ik moest kiezen tussen de twee, dan zou ik natuurlijk die echte kat kiezen. Want de poëtische Edda is namelijk gewoon het meest authentiek en puur. De samensteller van de poëtische Edda, Semander, die leefde van 1056 tot 1133. En zijn de Edda's dan uit die tijd? Nee, de Edda's die zijn wel ouder dan dat. En dat ze ouder zijn, dat kunnen we zien aan verschillende dingen. Archeologische vondsten, die halen echt met gemak het jaar 800. Wat dus betekent dat het eigenlijk nog ouder is dan dat. En de taal van de gedichten laat ook een hoop zien. Want over de tijd heen veranderde de taal een beetje. En dat is te zien aan de gedichten. De Edda's zijn altijd mondeling voorgedragen aan het publiek in de vorm van zang of drama. En in die stukken zat dus vaak alliteratie, als Liesje leerde Lotje lopen langs de Lange Lindenlaan, heel veel ellen. Zij deden dat met letters, dat liet ze vaak terugkomen. En tegen de tijd dat deze gedichten werden opgeschreven, is op sommige plekken de alliteratie gesneuveld door een mix van oud en nieuw taalgebruik. Dus we kunnen zien dat het een mondelinge traditie was en dat die dus is opgeschreven. En waarom is dat dan waardevol om te weten? Dat is waardevol om te weten omdat rond het jaar 1000 het christendom zijn intrede deed in Scandinavië. En in die tijd werd die wijsheid van de Edda's gezien als heidens. En deze levensbeschouwing mocht niet meer vrij uitgedragen worden. En er werd toen ook actief gewerkt om mensen te bekeren tot het christendom. Maar die boodschap van de Edda's is dus pre-christendom. Die mondelinge traditie die is opgeschreven in die tijd, zodat die boodschap niet verloren zou gaan. Want niemand mocht het meer uitoefenen, dus hebben ze het opgeschreven. En ditzelfde is in het verleden ook al meer gebeurd bij andere tradities, zoals de Popol Vuh uit Mexico. Dit was ook een mondelinge traditie. Maar met de komst van het christendom daar is het uiteindelijk ook opgeschreven. Een vervolgvraag die je dan kunt stellen is, hoe ver gaat deze wijsheid dan terug? Nou, concreet in jaartallen is dit heel erg lastig om te zeggen, maar het is heel duidelijk te zien dat de boodschap van de Edda's echt enorm ver terug gaat in de tijd. De boodschap is namelijk ook duidelijk terug te zien in allemaal andere tradities die ook heel oud zijn. En dit geldt dus niet alleen voor de boodschap van de Edda's, maar ook de verhalen waar deze boodschap in is gekleed. Er zijn ontzettend veel parallellen met andere tradities. En bijvoorbeeld tijdens de voorbereiding van dit verhaal sprak ik bijvoorbeeld met Joop Smits, spreker die jullie gaat meenemen na deze serie, na deze lezing eigenlijk al, in het Egyptisch dodenboek. En al pratende kwamen we erachter dat er enorm veel symboliek overeenkomt. Van katten, koeien, boten, bepaalde goden die staan voor dezelfde principes.
Maar als je goed in die traditiewereld om je heen kijkt, dan zie je dat die boodschappen achter de symboliek op nog veel meer verschillende plekken terugkomt. Over de hele wereld zijn er verschillende tradities te zien, maar uiteindelijk brengen ze in de basis allemaal dezelfde boodschap. Eén structuur, één universeel proces, en die basis noemen we Theosophia. Dus je hebt de kern en de verschillende tradities die deze kern omschrijven. En vaak omschrijven de verschillende tradities deze kern met soortgelijke verhalen, scheppingsverhalen en verhalen over de ontwikkeling van leven. En ook vaak wordt er dan nog even specifiek ingezoomd op de mens en wat hij te ontwikkelen heeft. Vaak zijn er alleen een aantal lokale culturele verschillen. Zoals dat deze Edda's bijvoorbeeld een hele duidelijke natuurinvalshoek hebben. En er komen dan ook veel planten en dieren in voor. Maar ook elementen als ijs, vuur en wind. Ik denk dat het goed is om het voor nu bij dit eerste deel even hierbij te laten. Straks gaan we verder. Ik heb namelijk nog leuke dingen voor jullie in petto. Het tweede deel gaat om alvast een kleine vooruitblik te geven over het scheppingsverhaal van de Edda's. Dus dat een van die verhalen waarmee die kern dus omschreven wordt. En in deel 3 gaan we verder kijken naar de ontwikkeling van de mens. Maar dan kunnen we nu eerst voor een kleine pauze gaan. Dan spreken we elkaar zo weer. Nou, daar zijn we alweer. Ik weet niet of jij misschien vragen ook via de mail hebt gekregen. Ik zie ze in ieder geval hier niet in de chat. Ik zie ze ook nog niet in de chat. Misschien dat het even wennen is voor mensen ook. Ja, kan me helemaal voorstellen. Dus in de chat kun je vragen stellen. Nou ja, je hebt zo in het tweede en derde deel ook nog die gelegenheid. Ja, zeker. Dus, ja, maak er vooral gebruik van. Ja, er zijn nu nog geen vragen gesteld. Nee, nou weet je, dat maakt ook helemaal niet uit. Ik kan me voorstellen dat hier iets minder vragen over zijn. Deel 2 en 3 zijn wat dynamischer nog. Ik dacht, het is goed om te starten met een verhaal over wat zijn de Edda's, zodat mensen een beetje zich kunnen laden met zo'n onderwerp. Oké, dan gaan we gewoon vooral verder. Ik deel mijn scherm opnieuw. Oké, dan gaan we verder met deel 2.